Hoi, ik ben Jan. Ik ben woordvoerder voor D66 op integratie in de Tweede Kamer. We gaan het vandaag hebben over integratie en dat is zo belangrijk, want als mensen aankomen in Nederland, dan wil je dat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen. De taal leren, aan het werk, naar school, aan de studie. Dus laten we maar snel beginnen met kijken wat de eerste bewering is over integratie. Zet eerst eens die tienduizenden moslims die een door ons betaalde uitkering hebben aan het werk, joh. De uitvreters kunnen ook paprika's plukken, hoor. Ja, ze kunnen het ook nooit goed doen, hè? Want ofwel mensen met een migratieachtergrond zijn te lui om te werken en zitten de hele dag op de bank, of ze pakken onze banen af. Nou, het kan natuurlijk niet allemaal samengaan. Maar het is ook nog eens niet waar, want het aantal Syrische vluchtelingen met een betaalde baan is de afgelopen 3 jaar verdrievoudigd. Het aantal Marokkaanse, Turkse, Surinaamse afkomst Nederlanders, die zien dit steeds vaker in de betaalde baan. En het is ook nog zo dat ze vaker hoog opgeleid zijn en minder vaak afhankelijk van een uitkering. Dus dit beeld klopt niet. Dit suggereert natuurlijk eigenlijk dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond het minder goed doen op school. En wat ons betreft hoeft niet iedereen naar HAVO of VWO. Het gaat erom dat kinderen terechtkomen op de plek waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Ja, en hoe kun je dat nou zien? Nou, waarschijnlijk als de cijfers voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond lijken op die van de gemiddelde Nederlander. En dat is nu steeds meer het geval. Want het CBS heeft ook hier weer cijfers over gepresenteerd. En die lieten zien dat in de afgelopen 15 jaar het aandeel Nederlanders van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse afkomst dat alleen de basisschool afmaakt, gehalveerd is. En het aandeel dat een diploma haalt aan het hoogonderwijs of de universiteit of een dokterstitel haalt, is zelfs verdubbeld of bij sommige groepen verdrievoudigd. En we zien ook nog eens dat inmiddels 40% van de Nederlanders van Marokkaanse afkomst een HAVO of VWO advies krijgt. Dat is de snelste stijging onder alle groepen. En het allerbijzonderste vind ik nog wel dat inmiddels meisjes met een Marokkaanse afkomst het vaker een diploma halen dan de gemiddelde Nederlandse jongen. Dus niet alleen met de integratie gaat het goed, maar de emancipatie gaat ook nog eens heel sterk vooruit. De meeste Marokkanen mogen een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de Polen. De meeste integreren wel goed in de samenleving en werken iedere dag. Dus dit is een beetje de suggestie alsof niet-westerse allochtonen minder goed integreren dan mensen die uit Europa komen. Het is allereerst onzin. Marokkaanse immigranten die een aantal jaar geleden in Nederland zijn gekomen en hun kinderen zijn nog nooit zo goed geïntegreerd geweest als nu. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar de Syriërs. Ze zijn de afgelopen jaren naar Nederland gekomen met oorlogstrauma's, gevlucht uit Syrië. Van de groep die in 2014 naar Nederland kwam, heeft nu 4 op de 10 al betaald werk. En dat dan te bedenken dat dit soort mensen ook nog te maken hebben met veel meer vooroordelen. Je hebt minder kans op een baan als je nooit iets fout hebt gedaan, maar een buitenlandse achternaam hebt, dan als je een strafblad hebt. En dan te bedenken dat desondanks 4 op de 10 al betaald werk heeft gevonden in een paar jaar. En dat de meeste Syriërs die gevlucht zijn inmiddels ook nog eens zeggen dat ze zich vooral Nederlander voelen. Ja, die horen we van Wilders ook wel eens. Nou, het klopt dat Nederlanders met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Afgelopen voorjaar bracht het CBS weer een nieuwe monitor uit. En wat we daarin zagen was dat sinds 2005, sinds de metingen zijn begonnen, het aantal in de criminaliteitscijfers van niet-westerse allochtonen alleen maar gedaald is. Oftewel, er zijn minder mensen met een migratieachtergrond in die criminaliteitscijfers dan ooit tevoren. En dat is wel heel belangrijk, want als je de studie van je keuze wil of je wil een baan krijgen en je hebt te maken met heel veel vooroordelen, dan wordt het echt een heel stuk lastiger. Dus integreren mensen nou wel goed of niet goed? Nou, als het aan D66 ligt, hoeven we mensen niet allemaal door dezelfde witte Nederlander stamppot wasstraat te halen. Maar als we kijken naar de cijfers, dan zien we dat mensen het eigenlijk ongelooflijk goed doen en dat het heel goed gaat met de integratie. Zeker als je je bedenkt dat als je hier bent in Nederland met een buitenlandse achternaam of een andere huidskleur, dat je elke dag nog steeds te maken hebt met heel veel discriminatie. Een extra drempel die je over moet als je succesvol wilt worden. Als ik dan zie dat in de criminaliteitscijfers, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, het alleen maar steeds veel beter gaat, dan denk ik dat we ook dat succes wel eens mogen benoemen. Want het moet hier gaan om je toekomst en niet om je afkomst. Ja. Heb jij nou iets gezien op social media waarvan je denkt, wat een flauwekul, ik wil dat het wordt uitgezocht en ik wil dat er een debunked over gemaakt wordt? Laat het ons weten, dat kan je hier beneden doen in de comments. Dit was de 2e aflevering van Debunked. Graag tot de volgende keer.